allemaal, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is lekker vroeg, Aad is vandaag thuis, dus hij gaat naar stal en ik ga vanmiddag kokkerellen. En verder doen we lekker rustig aan, het is mooi weer, het zonnetje schijnt. En het is nog wel koud, want er lag allemaal rijp en bevroren toestand buiten vanmorgen vroeg. Maar nu schijnt het zonnetje lekker, dus we gaan kijken wat deze dag gaat brengen. Een lekker bakje gemberthee. De hondjes zijn ook ontwaakt op een paar na. Die zijn net lekker naar buiten geweest, hè? Ja. Ik ben koekjes aan het bakken. Ik heb al chocoladekoekjes met pepermunt gebakken. En nu ga ik wat maken met noten en rozijnen en stukjes chocola. Daar ben ik nu mee bezig. Dit zijn de koekjes met chocola en pepermunt. En dit is het mengsel van de koekjes die ik nu ga maken. Daar moet ik nog havermout bij doen. Hier zit kokosolie, cacaoboter en honing met pindakaas. En dat doe ik dadelijk bij elkaar. Dit is het mengsel. Kleine hoopjes gemaakt, wat plat gedrukt. En nu moet het opstijven in de ijskas. Wij zijn onderweg naar Linda toe. Dan gaan we kokkerellen. We gaan een brood bakken en een smeersel, een champignonnenpaté. En Jolande gaat een walnotenpaté maken. Ja. En Linda ging een wortelpaté maken. Dus soepje. Met vingers. Crackers, lekkere smeersels. Zo, we zijn een heerlijk broodje aan het bakken. Inderdaad een stevig deegje. Zo, er wordt nu een bal gemaakt van het brood met bloem. Komt hij aan mij dus nog wat midden. En nou de finishing touch. Let op. Snijd hem ongeveer zo in. Oké, okay, dat doe je zo. En dan wijkt hij open met bakken. Ja. Het buitenverblijf. Voor Simon aan het verven. En die zetten jullie gewoon in het kiphok? Nee, die blijft gelijk hier op de bank. Okay. Of daar aan de zijkant bij, bij het kiphok. Okay. Dat hij al gezelschap heeft van de dames. Oh ja. Je zet hem erin maken. Je ziet hem, hij staat erin. Ja. Dan druk ik hem aan. Zonder suiker. Hartstikke leuk. En perfecto. Wil je knoflook, doe je er lekker knoflook bij. Bieslook. En je kan nog andere kruiden. Kijk eens. Nou. Ja. Even tik op de billen zo. Ja. Hoppatee. Broodje van Jolanda. Ziet er echt leuk uit. Ja. Superleuk. Deze ook. Ja, broodje van Nelle. Ja, zie je dat ze allemaal wel even groot zijn. Grappig. Ik heb hem iets te diep ingesneden, hebben jullie het nog beter gedaan, zie je wel. En de mijne. Prachtige broodjes. Heel leuk. En dan de vieren zakken. Hoppata. Zo, echte bakkers. Ja. Allemaal op de
achtergrond is Nijtje aan het spelen. En ik ga een pizza maken voor de lunch. Aad is naar Daisy toe, dus als die daar terugkomt, dan kan die lekker een zelfgemaakte pizza eten. Even het deeg aan het maken. Zo, lekker de vulling erop gedaan. Aad is inmiddels ook thuis. Ja. Zo, nu ga ik er nog eventjes wat plantaardige kaas over de pizza doen. Een knoflooksausje erbij. En zo ziet hij eruit. Zo, Hopper gaat met Nijtje even naar buiten. Sonja, want we gaan een serum maken voor de wimpers. Die wilde Sonja graag maken, dus ik ben benieuwd naar het recept. De serum maken. Oké. Even mijn olie pakken. Ja. Hij is pure Jamaicaanse black castor oil. Oké. Hij is niet zwart. Als ik de naam tot wel, maar dat is hij niet. Het is hele dikke olie. En rozemarijn en lavendel. Ja. Omdat die staan ook bekend voor hun haargroei eigenschappen. Lege mascara rollen. Ja. Die kan je op het internet kopen. 2 voor 2,75 geloof ik dat ik betaald heb. En die heb ik in, hier is bij Kinist in dat alles moet wegwinkeltje. Ja. Geloof 10 of 20 cent per stuk. Oké. En mijn moeder belt nu. Sorry. Ah ja, hij is toch gekleurd, joh. Hele dikke olie. Ja, hij is echt heel dik. Nou, zo gaat het beter. Ja. Nou, dit is hem. Het wimperserum. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, wow, wat is dat? Lekker? Lekker. Hij komt niet opeten. Allemaal. We zijn onderweg naar Rome toe om kruiden te halen voor Daisy. Aad is al bij Daisy geweest. En hoe gaat het met Daisy? Omstandigheden wel. Goed, hè? Ja. Ze heeft lekker buiten gestaan. En ze loopt alweer een beetje. Ze loopt weer wel een beetje mank nog, maar we hopen dat alles goed gaat. Ja. Dus dan gaan we even kruiden halen. En dan gelijk een paar boodschapjes doen. Dan gaan we mijn schoonmoeder oppikken. En dan gaan we naar de verjaardag van Sabrina. Dus we hebben een druk dagje.
Er is ze een jarig, hoera, hoera, dat kan je wel zien, dat is zij. Oh, oh, oh. En hoe jong ben je geworden? 25. Dames en heren, mijn dochter is 37 jaar geworden. 37? Ik heb van de week was eentje jarig op mijn werk, die is ook 1 april jarig. En hoe oud ben je geworden? 31 of 32? Ik zie, jij bent mijn nieuwe beste vriend. Neppe kavia. Tim is bezig. Sabrina heeft voor een heel weeshuis gekookt. Dit is wel beter. Ga je ook staai uit te eten? Kavia. Kavia. Heb je ze erbij? Nee, ik heb jou gezegd. Kavia. Van de Ikea. Ikea, de nepper. Super nep. Maar wel lekker. Ja. Maar dat zijn ze. Maar dat weet ik dat het hart terug. Twijfel niet langer aan mijn liefde. Er is in mij geen veroordeling. Voor mijn kinderen is er vrede. Neem mijn vrede aan. Wandel erin. Neem geen voortijdige beslissingen. Ik zal bevestigen op mijn tijd. Wees gij stil en rust in mij. Niet gij moet werken, maar ik doe mijn werken in u.